Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube-kanaal. Dit is mijn allereerste video en vandaag ga ik PazyBit spelen. Ik heb een hele grote pack opening. Ik heb heel veel tokens. Ik heb nog de Lightning Round een paar van. Ik heb nog wat andere packs. Eerst ga ik één potje versus doen, versus club. En daarna ga ik de packs openen en dan hopen we op iets goeds. Oké, level 12. Waarschijnlijk heeft hij daar die Adams, die CB-Engelse. Dus ik begin maar gewoon met mijn slechtste. Deze, die Bala. Tag. Doe maar gewoon control. Oké. Gaat die nog? Ja. Ja, nu is die een best sterke kwijt. Dus dat is wel nice. Ja, dacht het even niet dat ik daar een goede. Ik wist het. Dat was Adams. En daar had ik geen hoge. Dat is Yashin. Gebruik ook niet een. Oh shit, die had ik gehaald met Van Basten. Maar ja. Volgende doe ik Van Basten. Het zou wel leuk zijn als ik deze even win. Als hij defense doet, dan doe ik bij de volgende Van Basten. Control Modric. Ja. Welke zal ik eens doen? Ik ga smijgen, want ik moet wat punten halen. Oké. Ja, dat was. Zo iemand die dan gewoon zijn slechte weggeeft. Hier even een minder goede. Welke gaat hij doen? Oké, zijn tijd is om. Oh, hij helpt me daar nog bijna mee. Maar nu speelt de computer dus voor hem verder. Als zijn tijd om is, want dan is zijn connection weg. Oh, nee. Ja. Welke? Hij heeft geen defense meer. Dus dan is dit een soort van free punt. En nu heeft hij bijna. Ja, het kan best dat hij nog wat control hebben. Maar ja, laten we maar hopen van niet. Helaas wel. Ah, dit wordt spannend, want ik heb nog twee defenders en hij heeft nog twee aanvallers. Shit. Godin. Die is mijn laagste. Ja, bij die andere gaat hij ook control doen. Ja, ik wist het. Ja, dan wint hij. Goed gespeeld van hem. Ja. Die slechte packs, die open ik niet voor jullie. Want dat is heel saai voor jullie. Dus. Ik ga maar eens de goede packs openen. Ja. Ik begin met de PazyBit Icon Packs. Want daar krijg ik bijna nooit iets goeds uit. Ik ga trouwens niet alle packs kopen. Want dan raak ik mijn geld te snel op. En sommige packs zijn echt gewoon heel slecht. Daar krijg je nooit iets goeds uit ofzo. Dus die open ik dan niet. Ik open alleen de Team of the Week Packs. De PazyBit Icon Packs. Oh, een FUTMASH. En. Hey, Ellie.
En de special packs. Als ik hier nog een Pacey Bits icon uit krijg, dan word ik blij. Of in ieder geval een icon. Word ik ook al blij. welke? Ja, Team of the Week. Nee. Arias heb ik al zo vaak. Dan ga ik even de Team of the Week packs. Walkout. Maar ik heb niks aan die Rare Gold Walkouts, want die heb ik allemaal al. Rodriguez. Dat is de enige Colombiaanse walkout. Rodriguez. En nee, geen goede Team of the Week. Walkout. Oh, ik hoop dat ik die... Oh, van Persie heb ik al twee keer dubbel. Ik ben trouwens voor Feyenoord, dus ik kan daar niet blij mee zijn. Ja, oké. Okay. Tenzij ik alleen nog... Lewandowski of zo moet. En dat ik die dan uit 100 packs niet krijg. De hele tijd van Persie zou krijgen. Dan zou ik wel een beetje boos worden. Weer een walkout. Heb ik alleen niks aan. Griezmann. Ja, die zijn wel handig voor SBC's. Want er zijn van die SBC's, daar heb je Griezmann voor nodig. Ook een hele slechte Team of the Week. Geef me tenminste nog een walkout Team of the Week. Dan is hij tenminste... Oh, 86. Nou, dan is hij tenminste 87. Yes, walkout. Lewandowski, hopelijk. Nee. Wie is dit? Ik heb echt... Wat? Kwakliarella. Oké. Okay. Ja, hij is 88, dus ik ben er blij mee. Deze naam is een beetje lastig. Nog een walkout? Oh, Lewandowski. Geef ons Lewandowski, die 93. Altijd weer die... Oh, weer die gekke naam, man. Ach ja, die kan ik wel traden. Dus in dat geval is het wel handig. Oh, niet drie walkouts achter elkaar. Ja, drie Team of the Week walkouts. Yes, laatst nog een walkout. Geef me een andere dan die. Ah nee, als dit weer die is. Oh, kom op! Die heb ik nu twee keer dubbel. Ik krijg echt alleen maar die. Hoezo krijg ik hem de hele tijd? Heb ik al zo'n Kwakliarella aantrekkingskracht? Oké, voor de rest ga ik alleen nog de special packs van de Lightning Round kopen. Daarna ga ik de FUT Champions packs. Daarna de LTM Super packs en daarna een special plus pack. Als de special plus pack eerder. Ik kijk wel wat ik doe. Ja, heb ik niks aan. Die zijn wel chill. Hey, Willem 2. Heb ik ook niks aan. Oh. Heb ik ook niks aan. Come on. Ik kan er nog vier openen. Oh, en van deze. En nog vijf van de lightning round. Dus eigenlijk nog negen. Heb ik ook niks aan. Heb ik ook niks aan. Ja, normale walkout. Heb ik nog meer niks aan. Tenzij het Ronaldo is, die willen sommige mensen nog wel. Met treden. Ja, jezus. Sergio Busquets, die is zelf van versus, is echt een van de slechtste. Oh, geen Elite Plus pack. Oké. Geen speciale walkout. Oftewel, weggooi de tijd. Dit is zo. UCL, walkout. Yes. Lewandowski. Hoe hoog is deze? 91? Yes, 91 Lewandowski. Die is best wel chill. En 89 Cavani in één pack. Oké, een normale walkout. Oké,
Oké, we zitten nu op de 10 minuten. Hey, man of the match card. Ik speel trouwens op mijn telefoon speel ik ook Brawl Stars. Dus als jullie misschien daar nog een video van willen of zo, kan ik dat ook doen. Zo, nu de goede backs. Icon en een FUT Champion. Yes! Altijd nice. Hoer. Engeland kan nog van alles zijn. Kan nog steeds van alles zijn. 89 scores. Dubbel. Die is wat je om te treden. En 87. Dat zijn twee walkouts. Walkout. Echt, je krijgt hier zo vaak walkouts uit. Dat ze... Ah. Wacht. Nee, dit is Lukaku. Die heb ik dubbel. Want die kan ik ook treden. Die had ik een keer uit een pack met ook nog 90 Koulibaly FUT Champion erin en een 87 Icon. Ah. Dat is niet wat we willen. Dat ook niet. Lozano, PSV, eeuw. Nee, ik heb niks tegen PSV hoor. Welke? Ik doe 2... Dit is een PC Bits Icon. PC Bits Icon, yes! Welke is dit? Welke is dit? Wie is dit? 86 Abidal. Ah, oh, viel tegen, maar alsnog een PC Bits Icon. Ik kan niet klagen. Ik open 2 van deze. Team of the Week. Ja, daar heb ik niks aan. Special Plus Pack. Icon. Oké, okay, nice. Oh, waarschijnlijk zit er geen Team of the Year meer in. Maar ja, die kans is sowieso wel heel klein. Pire. 91. Ik heb de... Prime Icon daarvan heb ik wel al. Ja, wat heb ik daar nou aan? Kom op, de laatste. Geef ons nog iets goeds. Ja, normale walkout heb ik ook niks aan. Dat betekent dus ook dat er geen icon nog of zo in zit. Ah. Nee, maar. Ah. Nou. Laat in de comments achter of je nog van een ander spel een video wil zien. Bijvoorbeeld Brawl Stars of zo. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Vergeet niet te abonneren en te liken. Doei!